We staan hier op de Andøya Shooting Range, 300 kilometer boven de Poolcirkel in Noorwegen. En het commando luchtlotterie gaat hier een live firing exercise uitvoeren met de AMRAAM. De AMRAAM is een raket die we kennen omdat hij normaal onder de F-16 hing en werd ingezet. Hij is nu ter beschikking van ons om vanaf de grond luchtdoelen te kunnen bestrijden. Ja. Is dat uniek? Dat is inderdaad uniek. Wij zijn de enige eenheid ter wereld die die raket op deze manier gebruiken. De procedure is dat we een radarsysteem hebben wat een luchtbeeld opbouwt. Dat komt binnen bij een operating center. Vervolgens wordt daar een label aangehangen, vriend, vijand. Dat komt bij een fire control center. En die sturen uiteindelijk een launcher aan die de AMRAAM raket afvuurt. We staan nog een beetje te trillen op mijn benen, maar ik vind het wel echt heel mooi. Mooi om meegemaakt te hebben, mooi om de eerste te zijn.